Welkom bij dag 1 van de week. Ik ben bij Liefie. Hij is aan het werk en ik heb dit aan. En ik heb een beetje zijn kamertje netjes gemaakt. Dat is allemaal zijn was, dus dat is best wel veel, maar dat. En dadelijk ga ik met de bus naar zijn werk toe. En van tevoren misschien wat halen bij de winkel voor het avondeten. Maar dat dus. Let's go. En ik ben bij Poepie. Goedendag mensen. Ah, doe niet alsof je moe bent. Nee, dat ben ik niet. Het was in principe wel goed geweest op mijn werk. Ik kwam net terug van mijn werk af, dus. Nee, ik ben ook lekker. Ze smaakt bij chocola. We hebben daarvan niet zeker. Dan hebben we dat al opgegeten. Nee, Poepie. Dat gaan we niet doen. En ik had nog pakketjes gepast misschien. En ik ga nu lekker in mijn bed duiken. De broek was spijtig weer niet goed. Dus ik ga het weer terug. En dan ga ik kijken weer voor een nieuwe broek. Dat het helemaal goed is. Dus ik slaap deze dag één van de weekvlog. En dan zie ik je morgen weer twee van de weekvlog. Bye. Ik ben er twee aan. Ik sta op de bus te wachten. Juist, zei die truck. Maar ik ga wat afgeven bij de budget food. Dus ik ga met de bus richting, want ik moet hierna werken. Dus ik ga met de bus daarheen en ik ga mijn pakketjes van GM, wat niet goed zijn, terugbrengen. Want de broek is niet goed. En zo'n polo voor mijn vader, die was wat te klein. Dus die breng ik terug. En de bus zal zo wel komen, dus let's go. En daarna ga ik nog werken. En dan moet ik van 12 tot 6 werken, dus. Hallo, dag, weet ik veel van de week vroeg. Dus dat is verschillend. Ik had gewoon een paar dagen op. Au. Hey, een beetje, het deed me pijn hier, maar ik had gewoon een paar dagen gewerkt. En ik heb nu vrij. En ik ga zo naar heel in. Ik heb alleen hoofdpijn en nekpijn. Daarom moet ik hem naar het ziekenhuis op 1 mei daarvoor. Dus nog even wachten, maar ik kan er echt. Ach, ik kan er gewoon niet op wachten. Dit is mijn outfitje. Mijn merchandise van de Efteling heb ik aangetrokken. Ik vond hem gewoon lekker dat ik hem zo aangetrokken. Mijn moeder heeft jullie mij de pijp gegeven omdat die gewoon niet past bij haar en mijn boemers. Dus dat heb ik en ik ga nu heel even mijn mascara toch doen. Welkom bij de video of een dag van mijn week vroeg. Ik heb een YouTube video opgenomen op de computer. Deze keer met mijn webcam die ik erbij heb gehaald. Nu is de video op het slaan. Dat is Roblox Survive the Killer. Die komt gewoon op de vrijdag 7 april online. Dus dat. That's fun. Let's go. Ik ben aan het balanceren. Yay! Dat je die kleedje uit. Kijk uit, niet aangestuurd. Oh. I made it! Salmon and what's interesting? Oh
heerlijk bier. Middag onder je apentranden te snouwen. Ja, ze was vergeten gisteren de video nog af te sluiten, dus daarom doe ik het even. Dag weer bij dag 7 van haar week. Ja, het de? Zal wel een dag zijn. 7 sowieso niet, want ik heb echt bepaalde andere dagen. Welkom bij dag zondag. Nee, zeg gewoon, maar gewoon. Laat het maar gewoon. Welkom bij zondag 7 april. Sorry, nee, hallo, 9 april. We gingen naar de Super Mario Bros. Oh ja, 9 april. We waren naar de bioscoop geweest, was echt super leuk. De video was hartstikke leuk, de film. En nu zijn we aan het toeren. Gisteravond ben ik gekomen met de taxi naar deze mooie madame. Hebben we nog eventjes ook nog wat leuke dingen doen? Als je lekker kunt vinden, wat en al. En dan zeggen we even, het is nou de zondag, dus we hebben de hele dag best even getoerd. Ja, leuk. Naar de bioscoop gegaan. Ja, leuk. Ik denk sowieso dat we nog even naar de langste McDonald's eventjes gaan. Als ik dat wil. Als we weer terug zijn aan de leerling. De volgende halte is. Dan is het weer blijf ik tijd om zo weer de bus weer terug te pakken. Ik heb vandaag ga ik weer naar huis. Maar. Je bent al 1 minuut en 50 seconden aan het brullen. Ja, maar nu zeg ik. Maar. De woensdag kom ik weer aan deze man. Hartstikke leuk. En zondag ga ik naar meneer. Kom ik met de scooter naar haar toe. En zondag ga ik naar jou toe. Dan gaan we even naar haar oma toe. Wat wil je zeggen? Ja, voor moet ik even kijken hoe ik thuis ben. En of mijn oma dat weer ligt aan plaats naar boven gaat. Want dan druk is ze jarig en anders ga ik het dan wel. Ja. Dus dan kijk ik daar even. En dus de volgende halte is. Ja, dat was het voor deze dag. Dus ik denk dat ze dadelijk ook weer nachtjes. De volgende halte is Zuid-Hogeschool. Meer wat ze kunnen zeggen, maar bij deze sluiten we de dag graag af. En dan is het van. Bye-bye. Doei, doei. Bye. Au. Yay.